Vanaf de campus Fontes Hogescholen in Tilburg is dit het Denkgrote Debat. Ik zit op de PABO hier op het Fontes in Tilburg. Ja, het is een hele leuke opleiding. Ja. Eigenlijk vind ik het hartstikke leuk om voor de klas te staan en om gewoon kinderen iets uit te leggen en ze daarbij te helpen. Iedere dag is anders en ieder kind is uniek en het is gewoon leuk dat je met heel veel verschillende kinderen werkt. Ja, je hebt natuurlijk allerlei vakken die je moet geven, die je dan dus moet beheersen. Ja, anders wordt hij even boos. Ze begon als verpleegkundige en is uitgegroeid tot een van de machtigste vrouwen van het Binnenhof. Hier is onze minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. Mevrouw van Bijsterveld, tussen uw eigen studenten. Ja. Is dit een werkbezoek of is dit het hol van de leeuw? Nou ja, nee, laten we vooral zeggen, het is een leuke ontmoeting. En ook een werkbezoek inderdaad, ja. Ja, je kunt dat combineren. Ja. Ik ben zelf jaren leraar geweest, werk in en voor het onderwijs. Dus het is voor mij boeiend om met u mee in gesprek te mogen. En we halen er zo meteen de studenten bij. Maar we gaan eerst eens even kijken naar de kleine Janneke Marlene Vliegendhart. Oh gee. Hoe oud was u hier? Ik denk een jaar of zes. Een jaar of zes. Zeven. Waar was dit meisje goed in? Oeps, dat viel nog niet mee. Ik was toen heel goed in rekenen. Dat weet ik, ja. Daar hebben we nog iets van gemerkt later. Ja, ja inderdaad. Ja. Vond u dat ook belangrijk toen of niet? Ik weet het niet. Ik denk dat mijn juf en meesters het belangrijkste vonden. Ja. En ik deed mee. En waar werd dit meisje in belemmerd in die tijd? Nou, ik denk, tot de vierde klas deed ik het heel goed op de basisschool. Maar toen kreeg ik een leraar die eigenlijk vooral en de meeste aan de meest kwetsbare kinderen aandacht ging geven. En toen ging de aandacht rondom mij een beetje weg. En ik zakte zelf ook vrolijk mee weg met de aandacht. Dus toen de aandacht naar de kwetsbare uitging, ja, toen ging het niveau omlaag? Te weinig uitdaging, te weinig prikkeling. Het meisje is ook een jaar of 12 geworden. Wat was uw CITO-score? Ik zou het niet weten. Ik weet niet eens of ik een CITO-test gedaan heb. Echt, in die tijd. Dat is al 25. Nou, jeetje, al heel lang geleden. Vind je niet belangrijk wat uw CITO-score was? Of nee, wat u, nee, dat ben ik, nee. IQ ooit getest? Nee, nooit getest. Dus u weet niet wat uw IQ is? Nee, kan heel laag zijn, zomaar. Vindt u het belangrijk of niet? Nou, ik vind IQ belangrijk, maar ik vind EQ ook heel erg belangrijk. Moet u even uitleggen. Op heel veel vakken is gewoon je emotionele intelligentie en wat je communicatie, presentatie, sensibiliteit, dat je mensen aanvoelt, dat zijn hele belangrijke waarden anno 2012. Ja, bijna iedereen heeft wel zo'n onvergetelijke leraar. Heeft u een leraar waarvan u zei, ja, dat was er een, dat is het grote voorbeeld voor mij geweest? Ja, ik had er op de basisschool heb ik een meester gehad in de zesde klas. En dat was een hele leuke. Het was ook het hoofd van de school. Toen heette dat nog hoofd der school. En die was heel goed in voorlezen. Dus wij gingen vrijdagsmiddags, werd er altijd voorgelezen. En ik weet wel, iedereen was doodstil. En hij las hele mooie, spannende boeken voor. Dus. Ja. We gaan de studenten erbij halen. Maar niet nadat u de vraag heeft beantwoord. Hoe hoopt u als minister herinnerd te worden door deze studenten die nu met hun studie bezig zijn? Ik zal natuurlijk zeker de minister zijn die heeft moeten bezuinigen. En dat is altijd zuur. Maar het is niet anders. Ik heb een periode meegemaakt, 4 jaar of 3,5 jaar, dat ik heel veel geld mag uitgeven. Ik kan u vertellen, dat is buitengewoon plezieriger ten opzichte van de huidige periode. Nee, ik hoop toch vooral dat ik als minister herinnerd zal worden die gewoon de lat omhoog gelegd heeft. En gezorgd heeft dat de basis op orde kwam. Dus rekenen, taal, Engels, wiskunde, Nederlands als gewoon de basis. Maar daarnaast ook meer ambitie in het onderwijs. En daar zijn Halbe Zijlstra en ik op dit moment in het hoger onderwijs volop mee bezig. En ik doe dat zelf ook in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en het mbo. En ik geloof daar heel erg in. Veel uitdaging, veel eisen durven zijn. Ja, daar geloof ik buitengewoon in. We gaan kijken of daar de vragen over gaan. Mooi. Studenten, aan jullie het woord. Wie? Het valt me op dat er in het debat heel veel gesproken wordt over de kwaliteit van het onderwijs. En de kwaliteit van het hoger onderwijs moet omhoog. Maar wat mij heel erg opvalt is dat het woord kwaliteit heel weinig geconcretiseerd wordt en genuanceerd. En wat bedoelt u daarmee als u zegt de kwaliteit moet omhoog? Ja. Ik vind het een goede vraag, want ik heb in de afgelopen jaren heb ik ook vaak gezegd van jongens, let op, het moet wel concreet zijn waar we het over hebben. Waar we het hebben over de kwaliteit is bijvoorbeeld het aantal contacturen. Dat is een kwantitatief gegeven, maar elk lesuur is een grote gebeurtenis, als het goed is, met een goede leraar. Dat er voldoende
contacturen zijn tijdens je opleiding. Zodat je niet afhaakt, maar gewoon geboeid raakt. En er iets van je gevraagd wordt, geëist wordt eigenlijk. Ik geloof heel erg in veel eisend onderwijs. Omdat het meer maakt je gelukkiger. Daar ben ik van overtuigd. En het tweede, wat ik heel belangrijk vind, wat ook echt met kwaliteit te maken heeft, is gewoon het rendement. Hoeveel uitvallers heb je in het eerste jaar? Nou, in het hoger beroepsonderwijs is bekend, er zijn veel uitvallers. En ik vind dat we kwaliteit ook kunnen meten aan het rendement, dus de hoeveelheid uitvallers die dalen. En als dat beter is, dan ben je blijkbaar in staat om jongeren beter te binden aan de school. Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van die docenten op orde is? Dat leraren kwalitatief goede leraren zijn? Nou, wij maken voor het hoger beroepsonderwijs, straks via de prestatieafspraken, heeft al veel discussie gegeven, maar we gaan er wel echt mee door, maken we afspraken over de professionalisering van leraren. We zien nu nog betrekkelijk laag percentage leraren die een master of een PhD hebben. Nou, dat willen wij ophogen. Dat willen we naar 80% hebben in 2015. En een kwalitatief goed geschoolde leraar moet staan voor kwalitatief goed onderwijs, wat aan het eind ook geëxamineerd wordt, onafhankelijk. Want dat was natuurlijk wel een van de punten waar we bijvoorbeeld bij In Holland op gestruikeld zijn. Oké, we hebben een paar studenten gesproken hier op de campus. En die zeggen iets over die master. Mm-hmm. En over de problemen die zij tegenkomen op dit moment als ze aan de master willen beginnen. Daar gaan we even naar kijken. Ja, daar heb ik een hoop over gehoord de afgelopen tijd. Ik heb zelf met een artikeltje over bezig geweest. En gaat niet zo goed, vind ik. En zeker het bezorgen op de studiefinanciering natuurlijk. Yeah. Ja, dat wordt denk ik, als je het aan mij vraagt, denk dat we daar wel echt problemen mee gaan krijgen. Dat het echt voor de elite straks, dat alleen de elite straks nog kan gaan studeren. Want ik merk nou zelf hoe duur het hier is. Ik heb in België ook al gekeken naar studies. Ja, daar betaal je gewoon ongeveer €600, geloof ik, collegegeld voor een jaar. Ja, dan ligt hier drie keer zo hoog. Ja, als je daar alleen al naar kijkt en dan, dat ze dan ook de studiefinanciering nog gaan afschaffen, denk ik toch wel dat we echt een probleem gaan krijgen. Ja. Ik bedoel, ik wil nou geen master gaan doen later met die bezuinigingen. Ik zit ook echt heel erg te denken van, hoe zit dat straks als ik ga achterlopen of weet ik veel wat. Ja, dan moet ik straks een boete gaan betalen of weet ik veel wat. Ja, ik heb dat geld allemaal niet. De angst voor de langstudeerboete om de master te gaan volgen, terwijl je de master aanreikt als kwalitatief verhogingsaspect. Ja, maar dan had ik het wel op dat moment over de leerkrachten die hier leren en die gewoon een universitaire master moeten hebben, omdat je boven de stof moet staan. Waar het gaat om het HBO, is gewoon natuurlijk bachelor, is gewoon de arbeidskwalificatie. En het hoger beroepsonderwijs is primair bedoeld om gewoon de arbeidsmarkt mee op te gaan. We hebben een aantal, er is een aantal masters wat wij financieren. Bijvoorbeeld in het onderwijs, bijvoorbeeld voor de lerarenopleiding. Maar we financieren ook nu al niet alle masters in het hoger beroepsonderwijs. Ja, maar kunt u reageren op de angst van deze student? Die zegt, als ik straks met een boete geconfronteerd word, is dat nu al voor mij een reden om niet aan die master te beginnen? Ja, je moet rekenen wat we doen bij de veranderingen, bij de langstudeerdersregeling, is dat we zowel voor de bachelor als de masters zeggen, je krijgt studiefinanciering voor de nominale periode. Dat is eigenlijk de periode waarbinnen normaal gesproken een studie behaald moet kunnen worden. En dan krijg je nog één jaar erbij, zowel voor de bachelor als voor de master. En dat is natuurlijk toch, dat is dus 2 jaar over een hele studie. En dan, ik heb net ook een stelling, en die stelling die moet ik straks natuurlijk zeggen, maar die is gewoon, jongeren mogen en moeten harder gaan werken. Oh, dan gaan we die nu meteen doen. Heel leuk. Dan gaan we die nu meteen doen. Dit lijkt me het goede moment. Heel mooi. Als iedereen de rode en groene kaarten heeft, dan mag u uw stelling poneren en dan kunt u meteen zien wie uw medestanders en wie uw tegenstanders zijn. Wat is de stelling nog een keer? Jongeren moeten harder werken. Jongeren moeten harder werken. Voor is groen, tegen is rood. Valt me niet tegen. Zou jij even willen reageren, alsjeblieft? Ja. Je bent het er niet mee eens. De minister vindt het niet tegenvallen, maar jij bent het er niet mee eens. Nee, ik vind dat studenten al hard genoeg werken ook. Om, de nominaliteit van 4 jaar die ervoor staat, heb je er meestal ook echt wel voor nodig. En ik denk dat je ook moet denken aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten in de mooie fase van hun leven, waarbij ze ook andere dingen moeten ontdekken. En niet alleen maar moeten werken en studeren. Daar moet ook ruimte voor zijn. En daar moet ook rekening mee gehouden worden, vind ik. Maar dat is de reden dat we er nog 1 jaar bovenop gedaan hebben. Het is nominaal plus 1. En dat is juist om te gebruiken om lid te zijn van een studentenvereniging. Om gewoon iets van, nou weet ik veel, maatjes te zijn bij het Oranje Fonds. Noem maar op. Allerlei heel mooi vrijwilligerswerk. En dat kan volgens mij. Maar u vindt dus ook dat ze niet hard genoeg werken, studenten?
Ja, ik moet een scherpe stelling neerleggen. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik denk inderdaad dat we in Nederland echt harder kunnen werken. Dat is trouwens veel breder, hoor. Dat geldt niet alleen voor studenten. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we natuurlijk toch een hele mooie, comfortabele samenleving met elkaar gecreëerd. En naar mijn idee gaan we dat niet redden in de toekomst, wanneer we gewoon ook het gevecht met de rest van de wereld aan willen. Elk kind, elke student is van nature gemotiveerd. Wat is dan de reden dat we dat in het onderwijs niet gemakkelijk voor elkaar krijgen op dit moment? Ik denk dat we meer moeten durven te vragen van kinderen. Ja, dat geloof ik echt oprecht. De lat gewoon hoger durven te leggen, zodat kinderen ook de mogelijkheid krijgen echt de beste uit zichzelf te halen. En ik denk dat we dat nog sterker kunnen doen. Dankjewel. Ja. We gaan even naar jou toe. Veel politici voeren een zichtbaar mediabeleid. Zo zijn er al een aantal gezien bij Paul de Leeuw of bij Ik hou van Holland, bij Nova. Het valt mij persoonlijk op dat u minder zichtbaar bent dan andere politici. Dus mijn vraag is dan ook, zou u het niet leuk vinden om eens aan te schuiven bij Ik hou van Holland? Bent u van Ik hou van Holland? Nee. Ik hou van Holland. Het lijkt me geweldig. Het klopt. Ik kies er niet voor om de hele tijd over de bühne te gaan. Ik wil gewoon proberen, mijn werk vraagt, laat maar zeggen, gewoon veel tijd. Dus ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik ben natuurlijk soms wel eens met bepaalde thema's fors over de bühne. En dan denk ik, nou, het is weer even welletjes. Maar ik schat in zomaar de komende weken, als straks het katshuis achter de rug is en er weer een hoop verteld moet worden, dat ik weer wat meer in beeld ben. In de kranten ben ik regelmatig in beeld. Maar je moet ook altijd een beetje een programma uitzoeken wat bij je past. Wat zou bij je passen? Knevelen van de Brink vind ik altijd heel plezierig. Nieuwsuur, prima. Daar ben ik ook eerder geweest toen we het discussie over de ouders hadden. En de rol van ouders bij het onderwijs. Pauw en Witteman ben ik in het verleden ook geweest. Bijvoorbeeld over de 1040-uren-norm, om maar even een voorbeeld te noemen. Of over de bezuiniging op publieke omroep. Maar ik vind, je moet wel wat te vertellen hebben. Want je ziet soms ook veel mensen langskomen en denken, goh, waarom ben je nou eigenlijk daar geweest? Wat was nou eigenlijk je boodschap? Dus je moet wel een boodschap hebben, vind ik. Ja. En voor de gezelligheid zou u het niet doen? Nee, ik ben absoluut niet van de gezelligheid voor de buis. Nee. Nog even, wat vindt u zo plezierig aan Knevelen van de Brink? Prettige sfeer. Heel erg de inhoud centraal. Dat is heel plezierig. Komt dat ook door uw gereformeerde achtergrond, dat u liever aanschuift bij Knevel en van den Brink? Nou, dat weet ik niet. Maar ik ben wel een Rotterdammer van huis uit. En die lullen maar poetsen is wel heel erg mijn ding. Ik ben inderdaad ook wel heel erg van de inhoud. Je zit er niet voor jezelf. Je zit er niet om het publiek te vermaken. Je zit er gewoon om je verhaal te vertellen. En nou, onderwijs is op dit moment, het werd net ook even gezegd, de bezuinigingen. En wat er, ondanks het feit dat ik gelukkig al die bezuinigingen weer mag herinvesteren. Jullie krijgen bijvoorbeeld meer contacturen in het eerste jaar. En komen meer beroepskeuzegesprekken, wat ontzettend belangrijk is. Voordat je de opleiding start, doen we allemaal met dat geld dat we ergens anders vandaan halen. Maar het is toch een hele pittige agenda. En ik vind dat verdient gewoon een inhoudelijk platform waar je echt goed je verhaal kwijt kan. En waar je ook even de rust krijgt om je verhaal te vertellen. Ja, dan moet je iets kiezen wat bij je past. Er kleven twee beelden aan u. In elk interview neemt u wel de uitnodiging te baat om uzelf een mensenmens te noemen. En de laatste krantenkop was weer stugge Maya komt naar het Denk Groter debat. Wat komt het dichtst bij uw beleving? Of waarom is die beeldvorming zo ontstaan? Ik weet niet of ik stug ben. Dat geloof ik niet, want dat zit totaal niet in me. Maar ik ben wel een stugge volhouder, begreep ik, dat er hier in het Eindhovens Dagblad stond. Ja. Ik ben wel, ik ga echt tot het gaatje. Ik vind gewoon, als ik een doel heb, dan zal ik er alles aan doen om het te bereiken. Dan mag alles verwijken. Niet alles te verwijken, maar ik zal er wel alles aan gedaan hebben. Het zal er mij niet gelegen hebben als het niet gelukt is. Nee. Zullen u achteraf niet kunnen verwijten dat u niet tot het uiterste bent gegaan? Nee, dat is dus wel mijn gereformeerde achtergrond. Want katholieken, dat is hele katholieken. Mijn man is katholiek en daar hebben we vaak discussie over. Dit is natuurlijk ook een hele katholieke enclave natuurlijk hier rondom Tilburg. Maar katholieken hebben een inspanningsverplichting, zeg ik altijd. Daar mag je uiteindelijk, als je niet redt, ga je biechten. En het spreekwoord daar ook is, het pad naar de hemel is geplaveid met goede intenties. Maar protestanten, die hebben voor hun gevoel een prestatieverplichting. En daar is het pad naar de hel geplaveid met goede voornemens. Wat zou het grootste verschil zijn als uw man minister van Onderwijs zou zijn geworden dan? Die zouden veel ontspannender in staan, veel relativerender. Ik kan heel moeilijk relativeren. Ik vind alles heel belangrijk en ik wil het gewoon realiseren. Misschien moeten we groene en rode kaartjes erbij pakken. Ja. Wie we als minister van Onderwijs willen dan. Ja. Nou, ik vind mijn man zelf beter, hoor, eerlijk gezegd. Maar jij hebt hem mij uitgezocht. Dus is dat zo? Daar zullen we het mee moeten doen. Wat is het talent van die man wat u niet heeft dan? Het talent
een relativeringsvermogen, maar het is echt een katholiek. Die zegt gewoon, je hebt je best gedaan en dat is goed. En voor mij is het, ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik moet ook mijn doel bereiken. Oké. Okay. Ja. Nou, u heeft zeker uw best gedaan, want u bent begonnen in de zorg. Mm-hmm. En niet op de hoogste treden, vertelt een oud studiegenoot van u. Oh, kijk aan. We hebben elkaar ontmoet in het Acacia-ziekenhuis in Rotterdam. Dat was in 1980. Nou, dat is heel lang terug. Ik begon daar toen als leerlingverpleegkundige op een afdeling. En op die afdeling was Maya afdelingssecretaresse. Later is Maya zelf ook de opleiding tot verpleegkundige gaan doen. Ik denk omdat ze toch wel moeite had met haar positie. Want in de rangorde was je als afdelingssecretaresse toch wel de laagste. En daar heerste behoorlijke rangorde op die afdeling. Er was een hele strenge hoofdzuster. En er waren chirurgen en die werden met allerlei gaas behandeld. En we hadden te maken met co-assistenten die ons allerlei opdrachten gaven. En volgens mij heeft ze toen al heel snel zich ook beschikbaar gesteld voor de ondernemingsraad. En dat was vrij ongebruikelijk dat leerlingen in de ondernemingsraad gingen zitten. Maar Marja deed dat al. Dus waarschijnlijk heeft er al iets van politieke interesse en bewustzijn toen al ingezeten. Ja, u had moeite met gezag, autoriteit. Ja, dat heb ik wel een beetje, ja. Ja. Ik denk heel vaak, ik heb heel erg genoten van het werken als afdelingssecretaresse. Ik heb buitengewoon genoten van mijn werk als verpleegkundige. Maar ik gestoord aan de autoriteit opleiding. Van anderen. Ik had wel een hekel aan co-assistenten die net bij moeders vandaan kwamen en mij dan gingen vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Ja, dat had ik een enorme hekel aan. Daar is de drijfveer ontstaan om minister te worden, dat je alles onder je krijgt. Nee, dat is gewoon, ik heb toevallig ontdekt dat ik een politiek talent had, maar evengoed was het nooit in beeld gekomen. Toen ik in Almere woonde, ik was eigenlijk nog geen jaar in Almere, toen werd ik wethouder. En dat is gelukkig goed gegaan. Dat had ook echt fout kunnen gaan, maar ja, gelukkig was het vak mijn vak. Ja, het is heel snel gaan. Jongste wethouder van Nederland, jongste burgemeester van Nederland. Ja. Maar uiteindelijk heeft uw oud-studiegenoot toch nog een vraag. Oh, jee. Beste Maya, ik vond het erg leuk om aan dit interview mee te doen en iets over jou te vertellen in de tijd dat je in de verpleging zat. Maar ik heb ook nog een boodschap. Je weet dat mijn man Cor in het basisonderwijs werkt. En we maken ons best zorgen over de ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn en de beslissingen die er genomen gaan worden. Er moet bezuinigd worden. Daar is de sector ook best van overtuigd. Maar we vinden het jammer dat de oplossingen die ze zelf aandragen eigenlijk niet meegenomen worden. En graag nodig je hierbij uit om een keer op werkbezoek te komen bij de stichting waar Cor werkt, om eens over die bezuinigingen en de mogelijke oplossingen te praten met elkaar. Ik hoop dat je mijn uitnodiging aanneemt en ik reken op je. Dat is met autoriteit, hè? Jazeker. Oh, je staat er, want ik kan meteen een microfoon bij. Nee, maar die uitnodiging neem ik wel aan. Die uitnodiging neemt u aan. Leuk. Oh, dat is mooi, want ik wilde hetzelfde vragen nu. Oké. Okay. Ik ben nu een aantal jaren werkzaam in het basisonderwijs. En ik wilde u uitnodigen om een keer een dag bij mij in mijn klas te komen kijken. En wie weet kan ik in mijn drukke schema nog wel een plekje vrijmaken dat u zelf ook een activiteit kan doen met de kinderen. En misschien dat u dan andere keuzes maakt in uw beleid. Ja. Maar nog even voor uw antwoord geven. Ja. Dit is de meest gestelde vraag in de voorbereiding. Dus het heeft mailtjes, tweetberichtjes geregend met laat ze nou eens gewoon in onze klas komen kijken. Dat ze een indruk krijgt van hoe het in het onderwijsveld er echt aan toe gaat. Ja. Kijk, laat één ding geen misverstand zijn. Ik kom heel veel op scholen. Elke maandag ga ik het land door en kom ik scholen binnen. Mag ik alleen bij zeggen dat mensen zeggen de rode loper mag niet uit. Het moet zonder media echt in die klas om de dynamiek te ervaren en de problemen maar te ervaren. Dat is, laat maar zeggen, wat ik doe. Er zijn geen rode lopers dan op dat moment. De school bereidt gewoon een goed bezoek voor. En, wacht even. Dat bedoelen ze nou allemaal, die vragen. Ja. De school bereidt niets voor. U komt gewoon binnen en ze zijn aan het werk. Want ze willen gewoon dat u in die dynamiek valt zonder dat er eigenlijk gezien wordt dat er een minister komt of dat ze zou komen. Ja, maar dat, laat maar zeggen, zonder dat er een minister komt, zonder dat je daar erg in hebt, is heel erg moeilijk. Het is niet zo dat men allemaal opzit en pootjes geeft als ik binnenkom. Het is meestal gewoon een hele rustige sfeer. Ik ga even ergens een klas in ook, praat even met de juf of met de meester, net hoe het uitkomt. Die zijn ergens mee bezig. Nou, soms ga ik gewoon even erbij zitten, kijk ik even wat er gebeurt. Soms is er een bepaalde activiteit of doe ik zelf iets in voorlezen of iets dergelijks, of een praatje met de kinders, kringgesprek met de kleuters, dat soort dingen. Wat is het vooral wat je zou willen laten zien of de minister zou willen laten ervaren?
Nou, ik ben heel erg benieuwd tot hoever u vertrouwen heeft in de professie van de leerkrachten die nu voor de klas staan. Want ik merk dat toetsen steeds belangrijker worden in het onderwijs. Nu komt er de landelijke eindtoets voor groep 8. Mm-hmm. En ik vraag me af, kom eens kijken en kijk eens wat voor kwaliteit er eigenlijk al op de werkvloer is. En als ik dan u hoor zeggen van er moet harder gewerkt worden, dan wil ik u dat graag laten zien. En waarom heeft u dat vertrouwen niet? Waarom moet er nog meer getoetst worden? Waarom wilt u nog het toetsen wat eigenlijk een professionele leerkracht al voor een advies geeft voor een groep 8 leerling? Ja. Misschien eventjes, want het zijn eigenlijk een paar vragen tegelijk die je naar voren brengt. Er is zeker, en ik ook, heb heel veel vertrouwen in de mensen die er voor de klas staan. Maar we zien wel dat we in de komende jaren willen we op het niveau blijven, ook mondiaal gezien, wat Nederland op dit moment heeft, dat we gewoon nog een stap verder vooruit moeten. En dat zullen we eigenlijk moeten doen, het overgrote deel, met het geld dat we nu op dit moment hebben. En dat betekent dat we heel slim moeten kijken, waarom gaat het op sommige scholen met dezelfde type leerlingen beter dan op andere scholen? Door middel van toetsen. Wat we willen doen, is dat door middel van opbrengstgericht werken, dat te gaan doen. Want we zien dat scholen die dat doen, uiteindelijk meer uit leerlingen halen dan andere scholen. Maar de opbrengst zijn dus de resultaten die uit een toets voortkomen. Je kan niet zo doen op het moment dat je een kind goed wil volgen. Blijkt dat een goed leerlingvolgsysteem, en eigenlijk hebben de scholen dat zelf natuurlijk al lang ontdekt. Mm-hmm. Want het overgrote deel van de scholen heeft goede leerlingvolgsystemen, zeker in het basisonderwijs, dat heel behulpzaam is. En die worden ingevuld door een professionele leerkracht die daar een opleiding voor genoten heeft. Waarom? Heel belangrijk. Denk je niet dat die met zijn observaties en zijn ervaring veel betere inschatting kan maken wat van toekomstperspectief een leerling heeft dan een toets die op één moment afgenomen wordt? Ja, maar het is natuurlijk nooit alleen die toets. Die toets is een middel. Maar jij, met je professionaliteit, gaat kijken, wat betekent deze toets? U weet dat ze zich vooralsnog zorgen maken om het passend onderwijs. Laten we eens even naar Noah gaan kijken. Ja. Epilepsie is eigenlijk dat je aanvallen krijgt en dat je telkens op de grond valt en dat je even weg bent. Noah van den Akker is 12 jaar. Elke dag wordt ze met een speciaal busje opgehaald om vanuit haar huis in Oerle naar haar school in Heze te gaan. De reis duurt bijna een uur, maar dat heeft Noah er graag voor over, want op haar speciale school is Noah niet specialer dan de anderen. Hier is ze zoals elke andere kind op school. En waar helpen die je voor jou extra mee? Met rekenen vooral. Deze foto's. Maar ook als jij niet lekker wordt? Nee, dan kun je daar kun je dan gaan liggen. Dat is een speciaal plekje om als je niet lekker wordt? Ja. Is dat een bed of wat is dat voor plekje? Daar hebben ze bedden en twee. Eén juf en één meneer. En die helpen je dan. Wat zegt u tegen de leraren en de ouders die zich zorgen maken over het feit dat deze expertise of de zorg voor deze kinderen verdwijnt? Dan zeg ik, die expertise die hoeft niet te verdwijnen. We gaan bezuinigen, dat klopt. En dat is ook moeilijk en dat begrijp ik ook heel goed. Ik bedoel, het is ook wel iets waar ik zelf ook heel veel mee bezig ben. Hoe kan je ze overtuigen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken? Nou, door één aan te geven in het speciaal onderwijs. Er blijft gewoon speciaal onderwijs voor de kinderen die het nodig hebben. In de regio zelf straks gaat men regionaal kijken, moet een kind op het gewone basisonderwijs, kan dat? En als het niet kan, dan gaat het naar speciaal onderwijs of naar speciaal basisonderwijs. Maar dat mensen er bang voor zijn en ervan schrikken en denken, wat zal dat betekenen voor mijn kind? Dat begrijp ik heel goed. En dat is ook het moeilijke als je moet bezuinigen. Het geeft echt onzekerheid. Oké. Laatste vraag, Zijl. Ja, jouw vraag was net, hoe kun je die angst wegnemen? U heeft daar al antwoord op gegeven.
mijn angst is er nog steeds. Ik loop namelijk op mijn stage er tegenaan. Ik heb een aantal klassen en in sommige klassen zitten leerlingen met een indicatie, dus ADHD, PDD, NOS. En dat kan ik meestal goed handelen. Af en toe geeft dat gigantische problemen, maar er gaat wel heel veel tijd in die leerlingen zitten ten koste van andere leerlingen. Als er nou nog bezuinigd wordt op het speciale onderwijs, waar de extreme gevallen of net iets extremere gevallen naartoe gaan, die komen ook bij mij in de klas. Hoe moet ik dat gaan handelen? Krijg ik dan een extra iemand in de klas die met een zweepje die kinderen in toom houdt, zodat ik mijn les kan draaien? Hoe wordt dat concreet aangepakt? Nee, dat laatste lijkt me echt het laatste wat we moeten doen en eigenlijk helemaal niet moeten doen. Hebben ze af en toe nodig. Maar structuur hebben ze nodig. Dat ben ik met je eens. En ik denk ook grenzen. Want ik denk dat er ook wel sprake is van soms een grenzeloze generatie, dat kinderen heel veel mogen en ook thuis gewoon structuur en opvoeding mee moeten krijgen. En ik spreek veel leerkrachten die zeggen van ik krijg kinderen waarvan ik denk, alsjeblieft, voed ze gewoon eens goed op, zodat ze hier een beetje in die klas mee kunnen doen en ik ze ook kan handelen. Maar als het gaat om het geld voor het speciaal onderwijs, het is waar. Het geld, de hoeveelheid geld. Ja? Ik heb het niet over geld, want ik hoor heel de tijd geld. Maar het gaat me niet om het geld, het gaat me om concreet. Kijk, ik weet niet eens wat ik daar ga verdienen als leraar. Ik doe het omdat ik het hartstikke leuk vind. Alleen, ik maak me druk om. Ik geef natuurkunde. Er zijn leerlingen super geïnteresseerd in natuurkunde. Ik heb niet de tijd om die leerlingen wat extra's aan te bieden. Dus wat extra's te vertellen over fascinerende zaken. Omdat ik heel veel tijd kwijt ben met orde houden, mensen structuur bieden. En ik zie het nou om afkomen dat er nog veel meer van dat soort zorgleerlingen bij dat komen. Dat is de reden dat we het speciaal onderwijs ook niet opheffen. Het speciaal onderwijs blijft gewoon. En ik blijf in principe ook gewoon het speciaal onderwijs financieren. Maar dat geldt. Dat breng ik straks naar de gewone scholen toe. Maar de kinderen die echt gewoon het speciaal onderwijs nodig hebben, daarvoor blijft het speciaal onderwijs. Dat snap ik. Ook. Er zijn natuurlijk extreme gevallen. Maar ik ga daar dus meer kinderen die een beetje grensgeval zijn, zeg maar, die ga ik ook in de klas krijgen. En daar krijg ik wel extra ondersteuning voor. Ja, en die ondersteuning houdt in dat mijn school meer geld gaat krijgen om daar iets mee te doen. Wat ze ermee doen, mogen ze zelf invullen. De school die krijgt op dit moment een rugzakje. En het andere deel van de rugzak gaat naar ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs. Dat geld gaat gewoon straks naar de gewone scholen toe. En die moeten met elkaar kijken, wat kunnen wij met dat geld op een goede manier aan en vragen van onze toekomstige leerkrachten. Okay, dankjewel. U heeft gesproken over structuur en grenzen. Dit format kent ook een structuur en ook zijn grens. We zijn namelijk aan het einde gekomen. En de laatste vraag aan u was, wie is de denk groter student of docent van de dag? Jeetje, dat is wel lastig, want er zijn eigenlijk heel veel goede vragen gesteld. Ik denk toch maar dat ik naar mijn laatste vraagsteller ga. Die gewoon zegt van, hey, kan ik straks gewoon nog die goede les geven die ik wil geven? En kan ik jongeren geboeid houden? En dat is wel mijn, spanningsveld waarin ik werk. Omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving naar school kunnen. En aan de andere kant moet jij ook gewoon je lessen kunnen geven. En dat is wel mijn grote dilemma op dit moment. Oké. Dus jij mag op het podium komen, even komen zeggen wie je bent. En je krijgt een applaus van iedereen. Gaat u staan? Ja. Is goed. Wat is je naam? Mijn naam is Joep Jansen. Ik ben natuurkundeleraar in opleiding. En ik moet waarschijnlijk gaan stoppen omdat ik de langste deelsboete niet kan betalen. Maar hoe lang ben je dan al bezig? Hoe lang ben je al aan het studeren? 6 jaar. Hoe komt dat? Dat is een heel lang verhaal, maar ik kan u verzekeren dat het niet komt doordat ik van alcohol hou en van feesten. Oké. De prijs voor de Denk Grote Student is een hand van de minister, de eeuwengroen en een foto. Oh ja, maar misschien, ik heb er nog wel bij. Ik wil je aanbieden om een dagje met Halbe Zijlstra en mij mee te lopen op het ministerie. Als je het leuk vindt. Super. Oh, mooi zo. Hij accepteert het. Heel goed. Dit was dit Denk Grote Debat. En het laatste applaus is natuurlijk voor onze minister van Onderwijs, Maya van Bijsterveld. Dankjewel. Ik zie je. Geef jij een adres? Ja. Ja, precies.